Hi everyone, well, you're watching again the first challenge behind the scenes. Getting ready for the 12th of August, the first big challenge, getting ready for the very big first show. 2 hours of playing and new songs, a new album, and also of course makeup and clothing is going to be something that we have to prepare before that time. Today you're going to get to see a little bit behind the scenes, how we create a new makeup. This is Borka. She's my friend and my makeup artist for a long time. And so today we're sitting here together. Normally, well, there's a lot of chocolate smelling. Chocolate. Enough cookies. For me, of course. Water. It doesn't fit in my first challenge, but the water's for me and Borka, of course. So we'll also. Sure. And well, anyway. Borka has made a mood board, and I brought my magazines as well, and she did as well. So we're gonna complete it today. Where we're gonna go with the next tour? I'm gonna switch now to Dutch because when we're brainstorming, it's much easier to do it in Dutch in our own language than completely in English every time. So, but we're gonna put some subtitles underneath it. So don't worry, you can follow the whole thing. What we're saying. Nou, Sean, okay. Ik heb hier even wat looks bij elkaar gesprokkeld en geplakt en leuk neergelegd. Waarvan ik denk dat dat een hele leuke look zou kunnen worden voor de volgende tour. Ja, precies. Ja. Nou ja, je ziet het eigenlijk, de nadruk enorm veel op de ogen. Ja, inderdaad. Heel natural, nou ja, wat je sowieso al bent en wat we alleen maar gaan benadrukken, denk ik. Veel wimpers, hè? Heel veel wimpers. Ja. Wel lekker dramatisch, maar ook wel klassiek. Ja. En een klein beetje knipoog naar vroeger. Dit is toch altijd mijn grote voorbeeld. Leuke foto. Jij met twee pollepels in je hand. Ja, daar ging het eigenlijk om. Maar we zouden ook iets kunnen doen met sieraden weer. Wat we hebben gedaan met hier, met die bandjes vol. Weet je wel, dat we, ja, hier hadden we natuurlijk op een gegeven moment sieraden mee gemaakt. Nou, ja. Die kan je hier niet heel goed op zien. Maar we hadden natuurlijk die bandjes, weet je wel. Ja, klopt. Nou, ik heb die ene foto beter gezien. Die van Java-eiland. Java-eiland en deze. Oh, deze, ja. En oh die, ja, hier. Ja. Ja. Maar dit was trouwens niet de ketting die we hebben gemaakt. Nee, maar dit wel. Dat is, ja, dit wel. En ja. Je zou natuurlijk zoiets kunnen doen, weer bijvoorbeeld aan één arm. En dan, vorige keer hadden we van die machetjes gemaakt. Ja, klopt. Dat je één arm langer maakt met een soort van kousje met heel veel pailletjes en briljant. Dat is ook wel heel mooi. Ja, dat is heel gaaf inderdaad. Dus we kunnen ook zeggen van we doen iets van een oorbel zo helemaal langs. Ja, dat is ook. Ik ga een microfoon ding maken waar je dit soort dingetjes op gaat zien waarschijnlijk. Ik ben mee bezig, maar even kijken of het gaat lukken. Ja. Ja, dat is ook wel erg gaaf. Ja, nou ja, dat kun je misschien door laten lopen in je lichaam. Ja, dus nou, een soort van, gaaf. Eigenlijk de microfoon loopt door, is een verlengstuk van jou. Van mijn. Zijn, van jou. Van mijn. Van Sharon gewoon. Dit hebben we eigenlijk een beetje gekozen voor het podium. Dit vinden we leuk voor het podium, maar dat gaan we natuurlijk onze eigen draai aan geven. Maar dit is een beetje het basisidee. En in combinatie met die, hè? Ja. Ja, die vind ik ook heel erg mooi. En daarnaast komt er nog bij, eens kijken. Ja, die is wel meer dit. Voor foto, voor tv eigenlijk. Als je het op tv en fotoshoots, als je een hele clean make-up wil hebben. Ja. Want het zal het podium misschien niet helemaal overeind blijven staan. Het is een beetje te saai misschien. We moeten natuurlijk gaan kijken wat het met kleding gaat worden. Hoe groot dat wordt, hoe ver dat doorloopt. Ja, daar zijn we nu helemaal over uit. Dus de echte nieuwe kleding moet nog ontworpen worden. Dus dat is iets voor een volgend stadium. Well, thank you for watching. You're going to see the end result the 12th of August, of course. With the first challenge. Well, this is a little bit of the end result of a lot of weeks of going through magazines. And, hope to see you 12th of August. Thank you, Borka, for, this creative day and the melting chocolates. Yeah. Thanks. I can't eat it anymore. A good thing for me anyway. Well, I have my own personal challenge, and that's to make you unforgivably beautiful for the next tour. Wow. Well, ciao. I hope you liked everything we've shown you so far, and check out the next update. Bye-bye.